Natasja. Vorig jaar om deze tijd was de bevalling net achter de rug. Nu een jaar later kijk ik de tweede terug. De tijd vliegt maar wat snel voorbij. Nu is Ayla in jullie huis, dat maakt ook de Sim erg blij. Het wordt nooit meer zoals het was. Maar het leven heeft wel een extra dimensie, Natas. Onbezorgd en alle tijd voor jullie eigen leven. Samen met vrienden, sneller op uit. Het was jullie om het even. Het leven is nu vast heel anders dan voorheen. Maar jullie snappen dat en klagen niet steen en been. Jullie kleine dochter staat nu helemaal centraal. Dat is even een heel ander verhaal. Want nu is jullie kleine eyeliner altijd. Niet meer weg te denken. Wat een meid. Lachen, huilen, slapen, eten, spelen. Wat het ook is, het gaat nooit vervelen. Heerlijk tutten en lekker wandelen met de kinderwagen. Dat is super en het kan je zeer behagen. Maar ja, je hebt ook een vak geleerd. En je eigen geld verdienen, dat is ook niet verkeerd. Juf op school voor de kinderen en andere moeders. Een leven veranderen van al die kleine loeders. Het leukste is natuurlijk een vaste klas voor jou. Het is niet anders, voorlopig sta je wat dat betreft nog even in de kou. Dan weer groep 4a en dan 6b. Nou, goeie Sint. Dat is van alles een beetje. De band wordt nooit heel hecht van zo'n 1-2'tje. De Sint-Jozefschool in Rijen is nu wel jouw school. Zorgen voor Ayla en meer ervaring opdoen, dat is nu even je goal. Langzaam weer in de werkritme komen daar. Op een goede dag komt er vast iets veel mooiers voor haar. Computers, internet, sociale media, je hoort het elke dag. Waarschijnlijk ook in 4a en 6b steeds meer virtueel gedrag. De Sint, hoe oud ook, gaat volop mee met zijn tijd. Hij is je digitale sporen nagetrokken met veel vlijt. Je werk, je man, je dochter en haar neef en nicht. Je school, je werk en je huis, over alles wordt virtueel bericht. Voor deze surprise moet je wel een laptop gebruiken. Hopelijk vind je het wat en gaat er iets moois ontdekken. Internet, want anders gaat er niet veel gebeuren. Dan krijg je het te zien, je eigen WikiLeaks. Ja. In geuren en kleuren. Oh jee, document over Natasja. Maar nu even naar het cadeau. Hopelijk spreekt dit je aan en vind je het niet zo. Lesgeven is uiteindelijk een mooi beroep dat je doet met veel passie voor kinderen. Hopelijk zal die passie niet snel verminderen. Soms zit je er soms even een beetje doorheen. Geen paniek, bekijk dan deze klassieker. Die staat al jaren op 1. De DigiSint.